Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen het goed zien op de satellietfoto. Er trekt veel bewolking over het land, hoort bij een storing, die neemt wel langzaamaan in betekenis af. Maar er zit ook nog regen bij. Op een aantal plaatsen kan het eventjes zelfs flink doorregenen nog vanochtend. In de loop van de dag zien we dat vanuit het zuiden de opklaringen het land inkomen. De neerslag verplaatst zich dan naar de noordelijke helft van het land en uiteindelijk alleen nog in Groningen, Friesland en Drenthe dat het bewolkt en nog enigszins regenachtig is. Met een zuidelijke wind wordt het 14 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en breiden de opklaringen zich verder uit. Overwege de avond is het ongeveer 13 graden. Morgen beginnen we de dag met flinke zonnige perioden. Het is overal droog en bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten wordt het 17 tot plaatselijk 20 graden. Later op de middag en in de avond volgt er meer bewolking en later gaat het ook weer wat regenen. Dan begin volgende week. De eerste helft van de week is het nogal wisselvallig. Er trekken buien over het land, soms zelfs met een klap omweer en van tijd tot tijd is er ook wel wat zon. De temperatuur gaat geleidelijk aan weer omlaag naar 13 of 14 graden op woensdag. Ik ben Ben Langkamp van weerblaza.nl